Ik ga geen domme dingen zeggen nu. 150 zetels in de Tweede Kamer, maar hoeveel zetels zijn die van de jongeren waard? Ik heb geen idee. 4, 5? 19 zetels. Ja, 25. 40 of zo? Niet verkeerd, 39. Oh, ja. Inderdaad, de stem van jongeren tussen de 18 en 30 jaar zijn 39 zetels waard in de Tweede Kamer. Dat is de reden dat er in deze studio deze video's worden opgenomen. Welkom bij Politieke Caps. En vandaag gaan we het hebben over kieswijzers. Over politiek vertrouwen. Voor het debat. Maar wat zegt dat eigenlijk? Represent Jezelf, een Instagram-account met inmiddels bijna 13.000 volgers. Oprichter Younes vond het tijd voor wat politieke duiding voor jongeren, maar in een nieuw jasje. Jongeren herkennen zich niet in de politiek. Ze hebben niet het gevoel dat de politiek iets voor hen doet. En daarom zijn ze afgehaakt en doen ze gewoon niet meer mee. Dus wij begrijpen dat ook altijd. We zeggen als je niet stemt, dan... we snappen dat. Maar we vinden het toch belangrijk dat we het gesprek in ieder geval met elkaar aangaan. Wat er gebeurt als we met z'n allen niet stemmen. Nou, ik denk sowieso dat iedereen een verschil kan maken in de politiek. Maar je ziet heel vaak dat jongeren niet stemmen en dan maak je geen verschil natuurlijk. Misschien niet per se het verschil, maar ik vind het wel belangrijk dat als je de optie hebt om te stemmen, dat je wel gaat stemmen. Want ja, je hebt een mening, neem ik aan. Ik denk het wel. Er zijn natuurlijk ik weet niet hoeveel jongeren in Nederland zijn, maar heel veel. En ik denk als we allemaal zouden stemmen, dat het wel heel anders zou gaan dan als alleen maar de, laten we zeggen, oude witte mensen stemmen. We hopen vooral jongeren met een migratieachtergrond aan te spreken. Omdat je ziet vooral dat de opkomst binnen die groepen gewoon super laag is. 1 op de 7 jongeren in Amsterdam-West stemt. Dat betekent dus dat 6 op de 7 jongeren in Amsterdam niet stemt. En dat vinden wij gewoon een super groot probleem. We hebben op dit moment meer politieke partijen dan foodvloggers. Waar moet je ooit beginnen? Als je het over neutraliteit hebt, kijken we wel bijvoorbeeld misschien naar wat meer thema's die in onze gemeenschap heel erg spelen. Die lichten we misschien wat meer toe dan andere thema's. We kijken wel al gewoon naar feiten. En we proberen gewoon volledig de informatie, alle informatie gewoon netjes op een rij te zetten. Ga je mee in de badouche? En je buurvrouw die Karen heet. En je gekke nuffel. Partijen willen weten of ze biggie gaan worden. Ik denk dat wij een beetje een soort van fuck it stijl hebben. Wij maken content over hoe we dat zelf willen doen. Welke celebrity moet in de Tweede Kamer volgens jou? Obama. Ik denk toch Ronnie Flex wel. Laat me even nadenken, man. Oprah Winfrey. Dus we zien onszelf meer als een soort van community, als een collectief. We doen dit, niemand doet dit zeg maar als baan. We maken gewoon tijdens verkiezingen maken we gewoon content. En wanneer is een post voor jou geslaagd? Ja, als hij gewoon goed geshared wordt, toch? Laat ze met rust, man. Laat ze lekker breien. Ga boeven vangen of zo. Ik vind het gewoon belangrijk als er veel engagement is. Dus als er in de comments met elkaar gesproken wordt. Soms is dat op een hele goede manier. Soms zien we ook dat daar wat mindere reacties bij zitten. Maar ook die discussie is gewoon superbelangrijk. Yes, woensdag 22 november is de kans voor veel jongeren om hun stem te laten horen. Voor thema's die zij heel erg belangrijk vinden. En om zichzelf dus te representeren. En daarom zeggen wij tegen hun, stem en represent jezelf.